De wet SNTA zal het beroepsonderwijs in Suriname moeten verbeteren. Dit zegt de voorzitter van de commissie van rapporteurs, Roselli Cotino. SNTA staat voor de Suriname National Training Authority. De behandeling van deze ontwerpwet is gisteren begonnen in DNA. Cotino zegt dat met de aanname van deze wet beroepsopleidingen en beroepsgerichte trainingen beter zullen aansluiten op de behoeften van de arbeidsmarkt. Zij geeft aan dat dit in Suriname eerder is geprobeerd, maar dat het om uiteenlopende redenen niet is gelukt om deze wet tot stand te brengen. Maar we staan hier als parlement weer bijeen om een succesvolle kans te wagen om deze wet tot stand te brengen. De SNTA, de autoriteit, zal onder toezicht van een bestuur opereren, terwijl de directie van de SNTA belast zal zijn met de dagelijkse leiding. De SNTA zal onder andere erop toezien dat de opleidingsinstituten en aangeboden trainingen die te maken hebben met beroepsonderwijs voldoen aan de kwaliteitseisen en efficiëntieeisen. De opleidingsinstituten en trainingen die kunnen na aanvraag in aanmerking komen voor een keurmerk. En het keurmerk zal 3 jaar geldig zijn, voorzitter. Terwijl de natuurlijke personen die beroepgerichte trainingen aanbieden, na aanvraag ook in aanmerking kunnen komen voor een certificering, dus een certificaat. Commissielid Riyad Noor Mohamed zegt dat het instellen van een training authority de kwaliteit van het beroeps- en technisch onderwijs ten goede zal komen. Noor Mohamed vraagt zich wel af hoe deze beroepsopleidingen onderhouden zullen worden. Terwijl andere instellingen, die ook belangrijk zijn voor dit land, zeg maar pinaren met instrumentarium, maar het is er gewoon niet, zetten we nieuwe zaken op. Dus graag een antwoord hierop. Voorzitter, de artikelen in deze wet zijn duidelijk omschreven. Ook na de aanpassingen door de DNA zijn die beter geworden. En ik ga dat eerlijk zeggen hoor, het is voor het eerst dat ik zo'n nette wet heb gezien. Een wet dat een goede opbouw heeft. Maar nog leuker is dat deze autoriteit, of laat maar zeggen het voorlopig bestuur of wie erachter zit, zelfs een goed functionerende website heeft. Waar alles compleet is. Dat vind ik geweldig. Want sommige overheidsinstituten hebben dat nog niet eens compleet. Dus dat is prijzenswaardig. En mijn complimenten daarvoor. Voorzitter, ik ga over naar wat vragen over deze wet. Een concrete vraag is, de nieuwe praktijklokalen, zullen die onder beheer van het SNTA komen te staan of bij het ministerie van Onderwijs? Een tweede vraag is, hoe gaan inderdaad, net wat ik zei, die nieuwe faciliteiten die opgezet worden, onderhouden worden? Want zodra je een lening hebt of donormiddelen, is het leuk, er is genoeg geld om dit en dat te doen, maar wanneer een lening stopt, dan begint het probleem. Dat zien we, we hebben geen geld, we kunnen dit en dat niet kopen. Omdat in de begroting 2019 lees ik bij de post 0747, dat gaat over SNTA, dat de begroting 100.000 SRD is opgebracht. En de vraag is dat voldoende, waarvoor is dat? Riyad Noor Mohamed van de Commissie van Rapporteurs over de ontwerpwet Suriname National Training Authority, SNTA. Hij sprak gisteren tijdens de behandeling van de ontwerpwet in DNA.